Nou, Yves. Ja, hoe dan? Waarom heet het trouwens Villa Bergerac? Die mensen die het gebouwd hebben kwamen uit de Bergerac. In welk jaartal was dat? 1910. Dit is de entree. Heel belangrijk is altijd de tuin. Ja. He, mooi, dat lofbeeld van Robert Indiana. En ik maak ook bijna alle huizen tegenwoordig met een pergola. Dat je ook 80% buiten kan. Maar wat belangrijk is hier, dat je de kunst en het interieur, dat dat één wordt. Een huis zonder kunst vind ik eigenlijk geen huis. Met vrienden is dat vrienden je energie geven en ideeën geven. Ja. En dat jij dat ook weer teruggeeft. En omdat die twee kerels zo verschillend zijn, is het machtig wat ik van hun leer en wat zij weer van mij leren. Dat aan de ene kant, laat me even vertellen. We hebben allebei waanzinnig veel energie. En de energie die we erin gestopt hebben, hoop ik dat het bij de lezers overkomt. Dat je, als je op die manier leeft en je bent de hele dag keihard aan het werken en keihard aan het genieten. Want dat was de inzet van ons boek voor jou. En ik hoop dat degene die het koopt datzelfde gevoel heeft. Reizen, genieten van dingen en niet oppervlakkig door het leven.